tijdens graafwerkzaamheden door aannemingsmaatschappij Vitali NV in het kader van de Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, is de oude schelpstenen kademuur van de waterkant uit de 19e eeuw ontdekt. Deze muur, ontworpen door Johan August Voogd, is vergelijkbaar met de bastion van Fort Zeelandia en strekte zich oorspronkelijk uit vanaf de stenen trap tot aan het waaggebouw. Ook zijn bakstenen funderingen en een historische riolering onder het wegdek ontdekt. Alle fondsen worden momenteel gedocumenteerd. Kolonel Werner Kuasen is tijdens een ceremonie op het kabinet van de president bevorderd tot brigade-generaal van het Nationaal Leger. De ceremonie werd bijgewoond door defensieminister Krishna Mathura en legerfunctionarissen Kuasen, die sinds 1998 in het leger dient, heeft uitgebreide ervaringen en trainingen gevolgd, wat hem geschikt maakt voor zijn nieuwe rol. Hij ziet de bevordering als een belangrijke stap voor het leger, omdat na 10 jaar weer een brigadegeneraal is aangesteld. President Santokki benadrukte het belang van deze functie voor de veiligheid van Suriname. De Visserscollectief heeft op 2 oktober 2024 een petitie aangeboden aan minister Parmanant Sildin van LVV, waarin zij aandacht vragen voor de problemen in de visserijsector. Eerder die dag dienden ze ook petities in bij het kabinet van de president en de Nationale Assemblée. 2 weken geleden sprak de voorzitter Willem Mohamed Hussein samen met de Surinaamse Seafood Associatie met de president. Afgesproken werd om fiscale belemmeringen aan te pakken en commissie voor alle illegale visserij te benoemen en nieuwe markten in de regio te verkennen.